Klaas Wels, ik heb niet de topos gezien wat ik van de afgelopen weken gewend ben. Klopt. Ik vond dat wij nog wel redelijk goed aan de wedstrijd begonnen. Eerste 15, 20, misschien 25 minuten scoren we een doelpunt. Maar en misschien is die periode al te lang, zou ik terug moeten kijken. Maar ik vind niet dat wij inderdaad een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ja, ik vond een hele zware wedstrijd. Hè. Niet, ja, matig sowieso, maar heel zwaar. Veel lange ballen, wij waren onwijs slordig. Misschien heeft dat ook te maken met het veld. Weet je, bekerwedstrijden zijn toch anders dan competitie. Alleen uiteindelijk als je kijkt op lange termijn, na de wedstrijd win je gewoon. Sinds 2011 las ik toevallig vandaag. Dus en daar gaat het om. Wat miste je vandaag ook niet? Een beetje inzet en een beetje passie in de, bij de spelers zelf? Nee. Dat is altijd, wordt daar meteen gezegd en dat vind ik heel gemakkelijk. En dat lijkt dan misschien zo, maar is gewoon niet. Je ziet elk jaar in de beker, in deze rondes, als een profclub tegen een amateurclub speelt, dat er overal verrassende uitslagen kunnen vallen. En we zijn hier met één doel naartoe gekomen en dat is door naar de volgende ronde. Nou, dat is voor het eerst dat wij dat sinds 2011 weten te realiseren. En daar zijn we blij mee. Waarbij we net in de kledingkamer ook met z'n allen hebben gezegd en tegen elkaar hebben gezegd, jongens, vrijdag moeten we een hoger niveau halen dan dat we vandaag hebben gehaald. En gelukkig weten we dat we dat ook kunnen. En nogmaals, ik wil de credits naar de tegenstander, aan de tegenstander geven, aan Rijnsburgse Boys. Die hebben prima wedstrijd op de mat gelegd. En uiteindelijk zijn wij bij de penaltyreeks de meest gelukkige geweest. En we zijn door naar de volgende ronde. Dat is het enige dat telt vandaag. De penaltyreeks, heb je daar je nog op voorbereid voor de wedstrijd? Nee, daar hebben we ons niet op voorbereid in de wedstrijd. We hebben wel als trainers zijn de lijstjes in ons hoofd wie hem kan gaan nemen. Maar ik had bijvoorbeeld Delano Landan in mijn hoofd zitten. Alleen ja, die heeft de verlenging niet meer meegemaakt. Die moest er eerder vanaf. Patrick en Koye, idem. Dus dan hou je een x-aantal mensen over en dat vul je aan. En dat hebben we aan de jongens gevraagd wie hem zou willen nemen. En dan nemen mensen verantwoordelijkheid en dat waardeer ik zeer. En dat respecteer ik, zoals we dus ook niet kwalijk nemen dat iemand er mist. Dan ben je in die penaltyreeks ben je uiteindelijk de gelukkigste. Een prachtige redding in de penaltyreeks. Wat ging er door je heen? Nou ja, wij misten met Rick. Dus dan ga je denken van ja, je moet deze gewoon pakken, dat is belangrijk. Eigenlijk gewoon die moet ik pakken. Eén van de twee die moet ik sowieso pakken. En dat gebeurde gelukkig. Ten slotte, welke tegenstander hoop je op voor de volgende ronde? Nou, waar we nu onszelf op gaan concentreren is de training van morgen en van donderdag. Kijken hoe we hieruit gekomen zijn. We hebben 120 minuten in de benen. En dan gaan we ons eigen eerst richten onszelf eerst richten volledig op Telstar. Want ja, je kunt er natuurlijk gif op innemen. Die zijn er vandaag met 5-0 nederlaag afgegaan tegen AFC. Dat die uit een ander vaatje zullen tappen dan vandaag. En daar zullen we ons eerst weer tegen moeten wapenen en ons moeten bestrijden. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat we gewoon mooie wedstrijden gaan meemaken. Uiteindelijk gaat het erom dat je zo ver mogelijk wil komen in de beker. Dus kijk, als we uit tegen AFC spelen of thuis tegen AFC, zou ik niet erg vinden. Dus dat is lekker. Uiteindelijk elke tegenstander zou mooi zijn voor de beker. Wat heb je voor de wedstrijd nog even aangehaald dat Telstar met 5-0 verloren? Nee. Nee. De jongens hebben zelf telefoons en die zullen de uitslagen zien. Maar wat ik net ook al tegen Jurriaan zeg van de krant, dat vind ik allemaal psychologie van de koude grond. Je moet goed zijn aan de bal, je moet goed zijn zonder bal. En waar je ook speelt, moet je dat laten zien. Nou, daar zijn we vandaag niet voldoende genoeg in geslaagd om de wedstrijd binnen 90 minuten te doen beslissen. En dat was ook niet terecht geweest. Desalniettemin zijn we met z'n allen erg blij dat we voor het eerst sinds 2011 de volgende ronde hebben gehad. Ja, gefeliciteerd in ieder geval. Dankjewel.